In de voormalige gymzaal in de Blokkerspoort in Leeuwarden is een mocap-studio gerealiseerd. Mocap, dat staat voor motion capture, is een techniek waarbij met high-tech camera's en sensoren bewegingen worden vastgelegd. Deze worden vervolgens omgezet naar bruikbare animaties met verschillende toepassingen. Zo werden er dinsdag opnames gemaakt voor Van der Helm Training uit Groningen. Het bedrijf verzorgt trainingen op het gebied van communicatie, weerbaarheid en zelfverdediging. De trainingen worden verzorgd vanuit de psychologie, gedragstherapie, NLP en martial arts. Twee trainers gingen met elkaar in gevecht en hun bewegingen werden minutieus vastgelegd door de tientallen camera's rondom in de studio. De opnames zijn bedoeld voor een speciale app waarmee cursisten hun vaardigheden kunnen oefenen. Nou kijk, dan hebben we hier de app, de Fighting Trainer. Even aantikken. Even opstarten. Tikken. Nou, dan hebben we hier het poppetje. Het poppetje ben ik, zeg maar. We hebben de sensoren. Daar hebben ze dit poppetje van gemaakt. En nou ja, kiezen gewoon een combinatie. Dan maakt het poppetje maakt een combinatie. En dat we met een motion capture hebben gedaan, dus 360 graden, kan ik dit poppetje 360 graden draaien. En ook van boven. Dat vind ik het mooist, want dan zie je die schaduw zo mooi meelopen. En dan kan ik hem op stop zetten. En dan kan ik zelf kijken, dat ik denk, hey, hoe deed hij dat nou? En dan kan ik hem terugdraaien, dan naar achter. Dan kan ik hem weer naar voren en denk, ah ja. En zo kun je de fijne kneepjes van een martial arts leren. Precies, en zo kan je kijken, zo, oh, hoe doet hij dat nou precies? Dan kan je voor, achter, links, rechts, je kan hem versnellen, je kan hem vertragen nog. En zo kan je hem laten spelen. Dan heb je allemaal de combinatie. En bovenin staat daar de combinatie. En vandaag gaan we kijken voor een uitbreiding. Dus nu zie je één poppetje. Straks is de bedoeling dat er twee poppetjes staan. Nou, en zo kan je thuis leren, thuis oefenen. Doe maar.